Robert Muren, Vitesse Voorndam 1-1 geworden. Wat voor gevoel had je daaraan over? Je bent teleurgesteld dat je niet wint. Maar als je het wedstrijdbeeld bekijkt, dan verdienen we ook niet om te winnen. Dus dan neem je puntje mee. Ik had het idee dat jullie tweede helft een beetje verdedigend en loeren op de counter. Was dat het plan in de rust? Nee, maar op een gegeven moment word je gewoon teruggedrongen door Vitesse. En waren we niet bij macht om vooruit omhoog te gaan staan, zeg maar. Dus dat was zeker niet het plan, maar soms kun je niet anders. Okay. Het begon nog zo spectaculair met twee snelle doelpunten. Ik vroeg me vooraf af van zoveel druk op zo'n wedstrijd. Hoe begin je dan als speler aan zo'n wedstrijd? Gewoon net als elke andere wedstrijd, ja. Is het zo simpel, echt? Ja. Niet het idee van een laatste stroom al tegen een concurrent, tegen Dacia, dat speelt geen enkele rol? Ah ja, weet je, je voelt wel in het stadion dat er een beetje spanning hangt. Maar wij moeten gewoon die wedstrijd spelen, net zoals elke andere wedstrijd. En dan helpt het wel natuurlijk dat je snel 0-1 voorkomt. Maar goed, dat mocht ook niet lang duren. Is dat de beste manier dan? Gewoon benaderen als iedere andere wedstrijd? Onder druk kun je ook weer het beste jezelf naar boven halen natuurlijk. Zeker. Maar ik denk dat wij ook weten dat Vitesse iets meer druk had. Met het hele stadion vol en de situatie waarin zij zitten. Dus we hadden eigenlijk gehoopt dat na de 0-1 erin zou slepen bij Vitesse. Die angst of... Maar goed, wij konden dat niet vasthouden. En daardoor kregen zij denk ik een boost. Ik denk dat voor de rest dat het geen hele aantrekkelijke wedstrijd was. Nee, zeker de tweede helft niet. Ja, het zijn ook twee clubs die in een moeilijke situatie zitten, zowel sportief als op bestuurlijk vlak. Ik vroeg me af, wat krijg jij daarvan mee als Volendammer? Je komt uit Purmerend, maar je bent wel een Volendammer misschien ook een beetje, toch? Ik kom niet uit Purmerend, hoor. Waar kom je vandaan, sorry? Nee, ik kom niet uit Purmerend. Oh, dat staat op jouw Wikipedia volgens mij. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Purmerend. Ah, oké. Okay. Okay, so, je bent een Volendammer toch gewoon? Ik was al een beetje verbaasd. Ja, hallo, hé. Hey. Dus wat krijg je dan mee? Jij krijgt misschien iets meer mee dan iemand anders. Hoe zit je daarin? Ik krijg een hoop mee, maar wij proberen dat als groep af te sluiten. Er lopen nog een aantal dingen. We hopen dat zo snel mogelijk ook klaar is. En dan kunnen wij weer hopelijk vooruitkijken. Maar is dat voor jou misschien wel moeilijker dan voor iemand anders die niet uit Volendam komt? Dat jij meer meekrijgt? Dat denk ik wel, ja. Sluit je gewoon vooraf? Ja, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Maar ja, er wordt continu over gesproken. Ja, ik woon hier nou eenmaal. En iedereen heeft vragen en dat soort dingen. Dus dat hoort er gewoon even bij. Werkt dat dan door sportief of kun je dat van elkaar scheiden? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag. Je zou zeggen dat dat doorwerkt, want we staan er niet zo heel goed voor. Maar ik denk dat dat toen in de wedstrijd thuis tegen Zwolle in december, dat het toen wel een knakje heb gegeven bij de ploeg. Maar daarna zijn we weer met frisse moed begonnen. En we proberen nu zo goed mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. En daar kunnen we nog steeds voor zorgen dat we erin blijven. Ja, je doet ook gewoon wat je moet doen en je moet het ook aan de kant zetten. Je hebt ook geen invloed op natuurlijk. Hè? Dus zo probeer je ook wel in te gaan. Als ik het een beetje goed luister, dan is dat de tactiek. Ja, hoe nu verder? Je hebt nog wel hoop dus dat het nog goed gaat komen? Natuurlijk hadden wij moeten winnen. Maar dat geldt voor Vitesse ook. Dus in principe komen we een puntje dichterbij RKC. En daar moeten we nu naar kijken. Er komen nu twee thuiswedstrijden aan. En dan zeggen we het maar weer. Dan moeten de punten gepakt worden. Beter eentje vandaag dan nul dan in ieder geval, toch? Dat sowieso. Bedankt voor je tijd. Melle Meulensteen 1-1 vandaag tegen Volendam. Wat voor sfeer hangt er nu in de kleedkamer? Teleurgesteld. Ik denk als je na zo'n wedstrijd niet met 3 punten naar huis gaat, is het teleurstellend. Eerste helft een beetje typisch, tweede helft misschien ook wel. Jullie krijgen best wel wat kansen, maar het scoren lukt een beetje lastig dit seizoen, hè? Ja, hij wil er niet in. En je scoort uiteindelijk met een halve uithaal van buiten de 16, die gaat wel in. Alleen alles binnen de 16 raakt de paal of de lat of de keeper pakt hem of hij raakt de voet van de tegenstander. Ja, in die fase zitten we op dit moment, dus het is gewoon heel zuur. Vorige week heb je laten zien tegen Heracles dat jij wel kan scoren, toch? Dat was een mooi doelpunt. Ja,
Had ik maar ook vandaag eentje gehad. Nee, het was een mooi doelpunt. Uiteindelijk koop je er helemaal niks mee. En nee, persoonlijk moet ik ook vaker uithalen. Ik denk dat ik gewoon een goede schot heb, alleen ik doe niet genoeg. Wat krijg je als speler mee als op de ochtend nog bekend wordt dat de directeur na dit seizoen weggaat? Al die onrust deze week, ja, dat krijg jij toch ook mee? Ja, tuurlijk. Wij zijn er ook niet blind voor. Je weet wat er allemaal gebeurt rondom de club. En wij worden ook gewoon ingelicht wat er allemaal gebeurt. Dus dat hebben we ook net voor de wedstrijd te horen gekregen. Meer voor dat we niet weer uit de nieuws zeg maar, te horen krijgen. Dus we moeten ermee dealen. Je krijgt ook veel te horen wat allemaal buiten het voetbal omgaat. Alleen wij moeten zorgen dat wij een goede pot neerzetten. Hebben vandaag goed gedaan, vond ik. Alleen ja, ik sta hier weer met een punt in plaats van wat ik vind een verdiende 3 punten. Het is wel lastig denk ik, want die druk neem je toch mee op het veld. Hè? Daar kun je ook niet helemaal van wegblijven. Hoe stap je dan die eerste minuten dat veld op? Ja, nee, ik zeg je eerlijk, je laat het wel gewoon los meteen als de eerste fluitsignaal gaat. Dan laat je het wel allemaal los. Maar ja, je probeert zoveel mogelijk buiten te houden, want je weet wat er allemaal gebeurt. Alleen, ik denk dat het niks mee te maken heeft met buiten het veld, wat er in het veld gebeurt. Alleen, wij moeten zorgen dat wij goed spelen, dat is het. Is het voor jou ook lastig? Ja, je bent geen Vitesse, nou, je bent hier niet opgeleid, je speelt er nu wel. Probeer je dan alles te geven voor die fans? Krijg je dat mee hoe belangrijk dat voor hun is bijvoorbeeld? Dat weet ik zeker, ik maak niet uit dat ik hier niet ben opgegroeid, ik speel voor Vitesse. En ik heb het shirt aan, dus ik moet alles doen om dit club in de Eredivisie te houden. Dat maakt mij niks uit dat ik hier niet ben opgegroeid. Ik heb een hele grote eergevoel om het goed te doen. Niet alleen voor de club, maar ook voor mezelf. En je weet hoe belangrijk het is voor de mensen hier en in Arnhem. En ik weet het ook van de mensen die hier werken. Dus dat maakt helemaal geen verschil dat ik hier niet ben opgegroeid. Ja, precies, dat besef. Ja, je krijgt het waarschijnlijk gewoon te horen overdag en die fans komen naar de training, maar ook de koffiejuffrouw hier. Ja, voor iedereen is het hartstikke belangrijk dat het nog goed komt natuurlijk dit seizoen. Ja, zeker de belangen zijn heel goed, heel groot. Ja, de materiaalman die is Erna, maar de kok. Ja, en ook de staf die er nu in zit, die zijn allemaal hier doorgekomen. En we hebben genoeg spelers die ook hier zijn doorgegroeid. Dus je weet natuurlijk hoe belangrijk het is. Ja, dan weet ik vanaf dag 1 dat ik hier ben gekomen hoe groot de club het is en hoe belangrijk het is om in de Eredivisie te blijven uiteindelijk. Ik denk dat jij vroeger ook veel voetbal keek. Ja, Vitesse hoort er altijd bij, toch? Het zou toch raar zijn als dat in één keer wegvalt? Ja, klopt. Toen ik in Engeland opgegroeid was, was Vitesse wel een van de clubs die ik kende. En net je zegt, het is gewoon heel belangrijk dat dit is een club die in de Eredivisie hoort. Elke week wordt het wel moeilijker, hè? Dat zullen jullie ook beseffen. Ja, hoe ga je daarmee om? Wat moet er gebeuren? Het zijn allemaal vragen. Misschien heb je het antwoord ook niet, maar wat moet er gebeuren? Ja, je moet de goals maken. Ik denk afgelopen week en deze week zijn er 2 goede potten gespeeld. Alleen ja, je staat hier met 1 punt uit 2 wedstrijden en daar heb je niks aan. Dus het gaat uiteindelijk om dat je die goede performances gewoon in punten kan zetten. Alleen, dat is nu de kunst om dat een beetje te doen, want ja, net je zegt, elke wedstrijd als je niet wint, dan wordt het steeds moeilijker. En het is aan ons om meteen die punten te gaan pakken. Ja, nou hopen dat jullie dat kunnen verzilveren voor jou, voor Vitesse en dat het nog tot een goed einde komt. Dankjewel.